Hallo, mijn naam is Joost Niemeler. Ik ga in gesprek met Thierry Baudet, en de aanleiding is dit boek, wat zojuist is verschenen: Politiek van het gezond verstand. Um, ja, mijn achterliggende vraag is eigenlijk: van tien jaar Thierry Baudet uh, is een goede reden om eens een keer te praten over ja, de filosofie achter de politiek van Thierry Baudet. Um, ja, er zijn heel veel artikelen. Welkom Thierry. Dankjewel. Um, uh, er zijn heel veel artikelen in. Ik wou even beginnen met een stukje. Uh, de artikelen zijn, ja, het zijn toesprakenartikelen. Uh, ja, het laat toespraken. eigenlijk zien wat, wat ik de afgelopen nou, tien jaar inderdaad gedaan heb in de politiek, maar ook daaromheen. Precies. Precies. En uh, je, uh, ik zeg wel artikelen, het, het leest nu ook als artikelen, maar sommige zijn dus toespraken. Um, een daarvan is de uh, bekende beruchte overwinningsspeech die je toen hebt gehouden. 20 maart 2019, hij had ook overwinningsspeech. Die kennen we allemaal omdat hij begon met de uil van Minerva enzovoort. Uh, maar hij werd eigenlijk vooral berucht of bekend door deze ene regel. Ons land maakt onderdeel uit van die beschavingsfamilie. Maar net als die andere landen van onze boreale wereld... Worden we kapot gemaakt door de mensen die ons juist zouden moeten beschermen? En over het woordje boreaal, is toen, volgens mij ging het een maand lang aan de Nederlandse media <laughs> nergens anders meer over. Totale waanzin was ja, dat. Ja, ja, ja. En dat, uh, ja, dat typeert ook hoe het, hoe het medialandschap, hoe het debatlandschap momenteel is. Het is um, manisch. Nou, depressief niet, maar het is wel manisch en het is totaal hysterisch, inderdaad. Eén uh, woordje en, uh, en... En het geestige is dat ik, dat ik datzelfde, want deze twee zinnen, ongeveer letterlijk twee jaar daarvoor ook had gebruikt in een... Speech in de eerste, op het eerste Partijcongres van Forum voor Democratie. Juist. En dat staat hier ook in Juist. dit boek. Dus dan kun je ook aan zien dat die gefabriceerde ophef over één woordje. En dat ook mensen binnen de partij dan zeiden van ja, hij heeft dat woord gebruikt nu. nu. Maar dat is totale onzin. Want twee jaar daarvoor heb ik het woord ook gebruikt. En het woord betekende tot 21 maart. Dus het betekende gewoon noordelijk, en was al was een beetje een synoniem voor de westerse wereld, de westerse ja. beschaving. En een poëtisch woord dat ik nog kende uit de tijd van mijn uh, basisschool. Want een van mijn docenten op de basisschool heeft een uitgeverij met natuurfoto's. En die uitgeverij heet Boreaal. Dat is de naam van die uitgeverij. Zo ken ik dat. En toen, uh, een dag daarna, werd er inderdaad een enorme gekte gecreëerd. Ja, dat hoort er ook blijkbaar bij. Ja, ja. Nou, om een beetje aan te geven. Uh, denk ik denk ook, de achtergrond van ons gesprek zou ik je willen vragen om een stukje te willen voorlezen uit een reportage. Die je hebt gemaakt destijds voor Elsevier. Dat was een serie reportages over bibliotheken. Uh, sommige gruwelijke bibliotheken, zoals in Beijing en in, 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 in Bombay was het, of India. Ja, uh, yeah, Delhi. Yeah, Delhi. Yeah. Delhi. Um, maar ik zou je willen vragen om een stukje voor te lezen uit um, een bibliotheek waar je terecht. Terug was gekomen, want daar heb je ooit gestudeerd in Oxford. Uh, het zijn twee Alinea's. Het staat bij bladzijde 298. En ik vond het uh, ja, zelf een heel treffend stuk. Ik wilde er nou niet te veel over zeggen. Ik zou je eerst vragen, maar het begint dus maar nu enzovoort. En, dat, dat, en tot het einde. Ja, ja, dus voor de kijkers, luisteraars, dit is een onderdeel van een, een reisdagboek, zo ongeveer, wat er dus ook in het boek zit. En dit speelt zich af in Oxford in de bibliotheek Codrington Library van All Souls College. Maar nu is het eigenlijk tijd om weer te gaan zitten en lezen. Terwijl ik terugloop de zaal in, is een tweede bezoeker de bibliotheek binnengekomen. Toen ik hier dagelijks kwam, in die betoverde tijd uit de blessure-tijd van mijn studentenleven, las ik Oswald Spengler's Untergang des Abendlandes. Ik las over bloemen in de avond, wen in de zinkende zonne. Een nacht der anderen zich schließt. Etwas unheimliches dringt dan op dich ein. Een gevoel van rätselhafter angst voor diesem blinden, traumhaften, der Erde verbundenen Dasein. Ik las over de pseudomorfose van de Renaissance, over de gotische kathedraalbouw die de ervaring van een loofbos imiteert, over die grootste nabloei van de Europese kunst in het Frankrijk van de derde Republiek. Dat alles in de krankzinnige beschutting van deze doodse, onaardse plek. In Oxford voel je voortdurend de tranen achter je ogen opwellen. Het is één groot monument, één groot museum. Van adembenemende schoonheid en tegelijk van beklemmend buiten het leven staan. Groots en toch onwerkelijk. Je lacht om jezelf, omdat je niet meer weet wat nu oprecht is en wat niet. Wat aanstellerig is, of juist onnodig cynisch. In elk geval lukt het niet om het onaangedaan mee te maken. Het kruipt in je. Het verandert je meer dan je wil. Een heerlijke en vreselijke plek tegelijk. Ja, ja. Dus toen ik dat weer teruglas, toen dacht ik: uh, ja, dat is, dat is wel een, een moment voor jou geweest. Hè? Die, die tijd dat je daar was en dat je. Ik meen me ook te herinneren dat je me ooit eens verteld hebt dat je Spengler in drie dagen achter elkaar hebt uitgelezen. Ochtend, nacht. Nee, nee, nee. Ik heb daar echt wel anderhalf maand of zo aan besteed. Ach, gelukkig, want ik vond het al een, een onverstelde uitgangspunt. Elke dag, nee, nee. Het is, okay. is zo'n dik boek en ik moest ook dingen opzoeken en zo. Hij heeft ja. zo, zoveel verwijzingen die ik niet kon thuis Maar maken. wel in een soort van roes heb je het gelezen eigenlijk. Ja, in ieder geval in, in, in een, met een, met een, met een, een groot uh, gevoel van uh, uh, fascinatie en, en met heel veel concentratie en herkenning. Ja, uh, zeker. Um, kijk, waar ik, waar ik van uh, waar ik verschil van Spengler, dat is het opvatting over de Renaissance. De dus Spengler ziet de Renaissance als een pseudomorfose. Ja, dat, je haalt wat dingen aan, maar dat zijn verwijzingen naar wat Spengler. Ja, wat zei, Spengler zegt. Ja. Dus Spengler die die uh, heeft een, de, een metafysische opvatting over wat geschiedenis is. Die zegt, ja, mensen en het individu is eigenlijk onderdeel van een veel groter geheel dan wat wij ons realiseren. Dus wij denken, wij zijn vrij, we denken, we zijn dieren, maar we zijn eigenlijk planten. En zoals planten zich sluiten voor de avond, zo reageren wij ook uh, aan de aarde verbonden. Op de ondergaande zon van, van, van een cultuur, zeg maar van een eindtijd waarin wij dan nu volgens hem leven. En om dat verhaal aannemelijk te maken, moet hij natuurlijk de scheidslijn tussen de christelijke Europese wereld van zeg maar vanaf het jaar 1000, zo'n beetje, van de kruistocht en zo, uh, moet hij radicaal scheiden van de klassieke oudheid. Want de klassieke of de traditionele opvatting van. Ons, van wat is het nou om een westerling te zijn. Die is natuurlijk dat wij erfgenamen zijn van de klassiek humanistische traditie, dus dat wil zeggen Plato, Aristoteles, uh, Homerus, dat soort dingen. En het christendom. Dat die twee, en dan zouden sommigen zeggen nog wat, wat, wat uh, Germaanse tradities enzovoort, maar dat, dus Athene, Jeruzalem, Rome en misschien het Duitse Woud of zo, en, en dat is samen Europa geworden. Mm -hmm. En Spengler zegt: nee, dat is gelogen. De hele Renaissance is één grote leugen. En hij gaat heel ver in het benadrukken van de verschillen tussen de Romeinen en de Grieken enerzijds en de Europeanen van nu anderzijds. En ik denk dat hij daarin doorschiet. Ik denk dat het wel klopt dat er natuurlijk verschillen zijn, maar ik denk dat er ook echt een belangrijk deel wel is overgeleverd. En dat wij in, in veel opzichten ook echt wel. Uh, lijken op de Grieken en de Romeinen en dat we, dat we die beschaving ook met ons meedragen. Dus ik uh, ben een aanhanger geworden van de Renaissance-gedachte, van Burckhardt, van Huizinga, een aantal andere mensen. En dat, is, uh, dat staat haaks op wat Spengler gelooft. Die zegt wat voorbij is, is voor altijd voorbij, komt nooit meer terug. Terwijl uh, ik probeer juist... Mm -hmm. Ja, hij is wel de, ook de een aanhanger van het cyclische gedachtegoed. Is dus dat niet Jawel, maar pront, stel dat na elke winter weer een lente begint. Nee, maar dat is dus bij hem niet zo. Mm -hmm. Na een winter is er da zijn, is er bestaan, maar niet meer uh, culturele bloei. Dus het is niet, het, het, de filosofie van Spengler is niet cyclisch in de zin van uh, de eeuwige wederkeer. Oké, okay, wat dat betreft is dat ook dus een breuk met Nietzsche, want hij. Ja. Dat is absoluut een breuk. Dat is, hij dat noemt Nietzsche als zijn Nietzsche en Goethe, dat zijn zijn twee belangrijkste uh, bronnen, hè? Dat noemt hij met nadruk. Uh, ja, Maar op dit punt, want ik kan me niet herinneren dat hij dat, dat, dat ook ergens zo echt zegt dat hij daar oneens is met Nietzsche. Maar dat kan zo zijn hoor. Um, ik weet ook niet alles. Maar. Nee, dat weet ik ook in ieder geval. Misschien in zijn latere werk. Preußen-Toemend Socialisme, okay. gaat hij daar misschien op in? Dat is in ieder geval ook zijn meer systematische werk eigenlijk. Meer politiek, concreet politiek, maar dat ken ik eigenlijk niet zo goed. Dus ik ken Der Untergang, ja. ken ik goed, redelijk goed. En uh, een aantal van zijn speeches en, en zijn latere apodictische werk, maar wat hij daarna, hij heeft ook een, een jaar of zes, zeven echt politieke boeken geschreven, maar dat is een beetje een blinde vlek in mijn uh, okay. kennis van Spengler. Okay. Maar het zou me niet verbazen als hij daar explicieter afstand van Nietzsche neemt, omdat Nietzsche natuurlijk ook uh, antisocialistisch was. Uh -huh. Nietzsche was een aristocraat. Hij uh -huh. was ook anti-nazistisch en anti-antisemitisch. Anti-antisemitisch. Ja, 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 tuurlijk. Ja. Ja, ja. Nietzsche maar dat, dat was dat zijn grote probleem met Wagner bijvoorbeeld. Ja, ja ook. Ja. Ja, ja, Het nog wel, denk ik, ook wel meer, maar inderdaad onder andere dat. Maar hij heeft echt over de antisemiet Wagner. Is ja. Maar goed, uh, we dwalen wat af. Maar um, ik voel me af. Ken je ook het werk van H.P. Lovecraft? Nee. Okay. The Great Chain of Being. Ik weet dat het zo heet, maar ik heb het niet gelezen. Oké, okay. Want H.P. Lovecraft is enorm... Uh, dat is een science fiction of eigenlijk... Een held van Willebek ook, hè? Ja, het was het eerste boek van Willem. Ik ging over Lovecraft. En, uh, en zijn werk is helemaal gebaseerd op het werk van Spengler. En... Uh, Alleen hij trekt het nog veel verder uit onze menselijke beschaving. Hij heeft het over het geheel, de kosmos. Hij heeft ook een genre ontwikkeld, dat heet dan de, de kosmische horror. Het is overigens uh, het is verschrikkelijk goed geschreven. Wat dat betreft, uh, ik doe het er echt onrecht aan als je zou zeggen het is science fiction, want het is echt, echt literair, het heeft een literair niveau wat hij schreef. Maar hij ziet, hij ziet een, 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 een hij, hij zegt ja, die menselijke ontwikkeling. Ja, dat is niks. Dat is niks, een, een, dat is een niks in, het, in het grote geheel van de kosmos. En vandaar ook dat allerlei wezens uh, uit vroeger tijden uh, tot ons willen komen. En in dromen uh, ons, on, ons over willen nemen. En uh, het gek is, als je het gaat samenvatten, klinkt het allemaal heel kinderachtig. Maar als je het leest. Raak je echt bevangen door die gedachte dat het nog wel eens waar zou kunnen zijn? Maar, okay. Het staat in de kast, maar ik, eh, ik heb het nooit gelezen. Nee, nee ik, nou, het, het, is, uh, het is echt. Uh, als je eens een keer. Uh, je raakt er helemaal bevangen door. Ik, ik, ik ben namelijk helemaal geen. Uh, ik, ik heb niks met science fiction. Uh, uh, ook eigenlijk. Nou ja, Dystopieën vind ik wel interessant. Komt ook in je boek aan de orde trouwens. Ja. Hè, Orwell. Ja, en Burnham. Uh, ja, precies. Burnham, dat is uh, heel interessant. Um, ja, misschien we maken die stap, want Burnham, je noemt hem, hè, dus, die, dat is een, was een schrijver die enorm populair was in de oorlogstijd in Amerika. En die heeft een boek geschreven. De koude oorlogstijd hè, bedoel je? Ja. Ja, maar ook dat bekende boek over dat management heeft hij in de oorlog geschreven. Ja, dat geloofd, klopt, in 1943. Ja. ja. En, um, en, dat was, en dat schijnt enorm invloedrijk geweest te zijn voor Orwell. En het interessante is dat hij schetst daar een wereld waar managers de dienst uitmaken. Ja. En dat is in die tijd een enorm populair boek geweest. De man is totaal vergeten, niemand kent hem meer. Eigenlijk was het een, een ziener, want hij schetst eigenlijk de moderne wereld waar we nu in leven. En ja. waar jij volgens mij ook enorm tegen afzet. Dat klopt. Dat managementdenken. Ja, en het, uh, ja. dat stuk uit het boek waar je het nu naar verwijst, dat is... Uh, dat, dat, daarover schrijf ik in, uh, vlak voordat ik de politiek inga. Eigenlijk met zeer veel cynisme over de politiek. En uh, naarmate ik dus nu een paar jaar in de politiek zit. en dat blijkt denk ik ook uit het boek. moet ik zeggen: ja, hij had ook gewoon gelijk. Dus, dus Burnham die beschrijft een wereld. waarin het, het traditionele. Uh, po politieke idee van een democratie. een burgerdemocratie. met verschillende posities. en mensen kiezen daar dan voor. en dan krijg je ander beleid en zo dat die wereld eigenlijk voorbij is en dat na de Tweede Wereldoorlog dat voorspeldheid van de, 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 het boek hoe dat uit zo in de, de slotfase van de Tweede Wereldoorlog en dan zegt hij de wereld die nu gaat komen die dus na de Tweede Wereldoorlog gaat komen die zal uh, de, daarin zullen eigenlijk het communisme enerzijds en het kapitalisme anderzijds met elkaar versmelten zodanig dat er een soort superstructuur komt van managers... waarin uh, nationale democratieën eigenlijk geen betekenis meer hebben. Uh, waarin je parlementaire schijndebatten hebt... waarin politici doen alsof ze kiezers vertegenwoordigen... maar eigenlijk allang aan de touwtjes hangen van hele andere spelers. Een soort Copernicaanse revolutie, zo beschrijf ik dat ook. Niet de internationale instituties draaien om de nazistaat heen... maar de nazistaten draaien in het blauw-gele sterrenstelsel van de EU als het ware om Brussel heen al lang mm -hmm. en dat hebben heel veel mensen zien dat nog helemaal niet, mm -hmm. maar het is wel al lang gaande en uh, ja Burnham James Burnham heeft dat fenomenaal beschreven. Um, het is wel heel cynisch inderdaad, het is wel heel, het maakt je wel heel droef, heel pessimistisch. Dat ben ik natuurlijk ook en, en uh, ja het wisselt een beetje af uh, met mij in momenten van, van hoop en, en uh, uh, Vechtlust, strijdlust mm -hmm. en momenten van pessimisme. Mm -hmm. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is: uh, ik, ik, ik zou tenminste niet weten welke politicus of welke maatschappelijke commentator daar op deze manier over schrijft als ik doe in, nee. in dit boek. Ja. Ik uh, denk dat weinig mensen zo bezig zijn met die machtsstructuren: van hoe zit het nou echt? Waar, waar, komt die, waar, komt, waar komt dat nou vandaan, wat, wat we nu zien met die Black Lives-beweging bijvoorbeeld? En dat neerhalen van die stambeelden en dat herzien van het curriculum enzovoorts. Waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Dan ga je dus naar subsidiestromen kijken, dan ga je kijken naar uh, lange, lange lijnen die al in uh, bij wijze van spreken 1968 zijn begonnen. En de lange mars door de instituties en dat soort zaken. Ja, ja, ik heb het, het idee wat, wat interessant is aan die, die lijn die je nu neerzet over die Burnham. En over, uh, je zou kunnen zeggen, de verantelijking uh, van de samenleving. Maar het management hè, dat zit eigenlijk een beetje in elkaar. Het management zit dan een beetje buiten de staathalf. Maar de managers maken ook de ambtenaren uit. Hè, dus het is eigenlijk één groot geheel geworden. Ja, maar um, dat is ook zo. Want die ambtenarij die is ook veel machtiger dan veel mensen zich realiseren. Absoluut. Ja. Zo'n minister ja. komt op zo'n post en kent vaak ook het vak niet echt is niet iemand die bijvoorbeeld uit defensie afkomstig die dit allemaal dossiers op zijn bureau of haar bureau en moet dan uh, ja, in de kamer een beetje overeind blijven en dat is het echt ja ja nee, maar zijn eigenlijk want je, je, je noemt dit aan hè, waar komt het dan vandaan en dan heb je het vaak uh, jij hebt het ook uh, uh, met zekerheid zeg maar over cultuurmarxisme en de gedachte daarachter is eigenlijk dat er een uh, ideologisch um, uh, Motief achter zou zitten, een links-ideologisch motief. Maar als je kijkt naar die, zo iemand als Burnham, die zegt eigenlijk van nee, het is eigenlijk meer een proces van bureaucratisering. Het is een proces dat eigenlijk nog veel enger is, uh, van uh, wat een deel voortkomt uit de technologische ontwikkeling, uit de internationalisering, wat vaak niet heel duidelijk ideologische ontwikkelingen zijn, maar ja, ontwikkelingen van ja, dan kom je weer bij Spengler uit van, van veel grotere gehele. die een soort noodlottige um, uh, gang van zaken hebben. en die niet aangestuurd worden door Marcuse. of, 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 of dat soort uh, uh, personen. Ja. Ik moet zeggen dat mij die gedachten veel meer aanspreekt. omdat ik me dat veel realistischer gedachten vind eigenlijk. Maar het is ook veel beklemmerder. want wie is dan nog je vijand? Hè? Dat wordt natuurlijk heel moeilijk in dit, in dit verhaal. Ja, nou ja. Uh, daar ben ik het mee eens. Dus je kunt meerdere uh, th th thema's aanwijzen. Er zit natuurlijk een deel ideologie in, maar er zit ook een deel in, uh, bijvoorbeeld technologie, die bepaalde organisatievormen uh, wel heel aantrekkelijk maakt, of misschien zelfs noodzakelijk maakt. Dus daar, daar, daar ben ik het mee eens. Daar, daar is een enorme ruimte in hoe we dat moeten zien, maar ik blijf wel uh, overtuigd dat... Dat er zoiets bestaat als vrije wil. En dat er ook zoiets bestaat als ratio. Dus wij zijn in staat om een bepaald uh, proces te doorzien. En we, we kunnen, we zouden kunnen kiezen om het anders te doen. Dat, dat, dat blijft voor mij toch als een paal boven water staan. N Nederland zou op 17 maart, bij de volgende verkiezingen, ervoor kunnen kiezen om te stoppen met al die... Uh, uitholling van de nazistaten, immigratie, die, 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 die EU en zo. Dat de Renaissance is mogelijk. Ja, het is, het, dat is in ieder geval wel wat ik, wat ik betoog in het boek. Er is geen praktische en ook geen metafysische reden volgens mij waarom dat niet zou kunnen. Anders dan dat we natuurlijk gewoontedieren zijn en het overgrote deel van de mensen, ook zeker nu na corona, helaas weer toch naar de publieke omroep aan het kijken is en helemaal. Helemaal in dat idee zit van, uh, ja, ga ik kiezen voor uh, Hugo de Jonge of toch uh, Pieter Omtzigt... En dat dat, dat dat heel veel verschil gaat maken. Dat is natuurlijk allemaal niet waar. Dat is allemaal, dat is allemaal schijn, allemaal spel. Maar dat dat. Uh, ja, even... zolang dat, dat, dat niet gebeurt, is het, gaat het door. Ik ga ook even te kijken naar de omslag van je boek. Ik neem aan dat hierover nagedacht is. Ja, dit is, dit is de deur waarvan ik zeg, mensen, de deur... open hem gewoon. Het kan. <laughs> Oké, okay. de deur staat op een kier. Hij kan dicht en hij kan open. Ja, maar we staan in het donker. Het is, het is maar een klein beetje licht, hè? Ja, dus uh, ik zie politiek van het gezond verstand, of Forum voor Democratie, of waar ik voor sta, dat zie ik echt als de, de weg van het licht, de weg van de reden. Van de, reden, de, weg uh, van de, de liefde de, noem je het ook. De liefde, ja. de prettige samenleving. Dus stoppen met al die absurde dingen waar we mee bezig zijn. Maar. Um, de Mensen zullen zelf echt door die deur moeten gaan. Mm -hmm. dus ik kan het, ik heb het nu, ik heb het heel voor mijn gevoel heel vaak gezegd. Ik heb natuurlijk ook wel eens dingen onhandig gezegd en ik heb wel eens uit mijn slof geschoten. En, uh, niets menselijks is mij vreemd, uh, maar ja, uiteindelijk zullen al die 10, 11, 12.000 kiesgerechtigden in Nederland en al die mensen die meedoen aan de samenleving ook onderwijzers die bijvoorbeeld mogen kiezen welke boeken ze gaan onderwijzen, of, of ouders die kunnen bepalen. Uh, of naar welke universiteit hun kinderen gaan. Of wat dan. We hebben daar een keuze in. Alleen we moeten weer, als een, als een, uh, ja, een patiënt die heel lang op, de, in een, op een bed heeft gelegen, moeten weer leren lopen. We moeten weer zelfstandig leren worden en vertrouwen op ons, onszelf, onze eigen gut feeling, ons eigen gezond verstand. En of dat gebeurt, of, ja, daar ben ik wisselend positief en uh, pessimistisch over. Ja, dat, is, dat vind ik heel fascinerend aan jou. Je, 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 het ene moment, dan, dan zeg je het woord helemaal niks. Ja. En op andere momenten denk je van, uh, dan, dan blaak je van enthousiasme. En dat is precies ook wat je in, in dit boek ook uh, terugziet. Er zijn uh, momenten van, van uh, ja, van ingekeerdheid. Uh, misschien ook wel dat stukje wat je net voorlas uit Oxford. Hè? Dat is eigenlijk een, een, um, een gevoel van. van ja, die verbondenheid met die oude wereld, met dat vroeger zijn, uh, uh, waar je ook, ook wel met een zekere vervreemding weer naar kijkt. Hè? Want je, je vindt het ook allemaal een beetje mal eigenlijk wat je aan het doen bent, heb ik ja. het gevoel. Ja, het is heel dubbel. Ja. Maar dat is dus, ik, ik sta dubbel in het verleden en ik sta dubbel in het heden. Ja, ja, ja. En daar er er tegenover staan dan die, die toespraken die je houdt voor de congressen. Waarvan geweldig dat jullie er zijn. En, en we, gaan, we gaan de wereld veranderen. Maar dat, en dat, is, ook, dat is ook oprecht. Hè? Dat vind ik ook echt. Ja. En zo ga ik ook vaak weg van events. Kijk, zoveel energie van. En het is zo mooi om dat te zien. Ja. Maar of dat sterk genoeg is om de tijd te keren. om die olietanker een andere kant op te krijgen. Ja. Ja. Ja, daar wanhoop ik wel eens aan. Ja, ja. Wat, 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 uh, hoe komt het dat, dat er zoveel agressie op jou afkomt? Hoe verklaar je dat? Um. Ja, dat is een goede vraag. Uh, kijk, Het makkelijke antwoord is om te zeggen: ik doe niet mee. Maar ik doe, ik doe gewoon. Uh, ik wil het niet een beetje anders. Maar ik sta voor een fundamenteel ander wereldbeeld. Ik sta voor een fundamenteel ander mensbeeld. Maar. Um, ik denk dat er ook iets, iets in mij zit. dat ik. Uh, vrij goed. Uh, tussen aanhalingstekens goed. Uh, in de irritatiezone van mensen kan gaan zitten, en dat heeft. Uh, dat heeft een goede kant. Dat is namelijk dat ik, als je met mij in, in, in een goede setting zit, dat je heel diep kan komen samen. Ik, 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 je kunt echt gaan naar waar, waar zit nou de pijn, ook in, in, in mijn vriendschappen en zo. Maar als je daar geen zin in hebt, ja, dan, dan ben ik heel bedreigend voor mensen. Dus ik denk dat ik, ik denk dat ik mensen confronteer met dingen waar ze liever niet over willen nadenken. Nou ja. Ik ben een beetje een, uh, een ontmaskeraar. Ik ga naar de taboes toe. Ik ga naar de, naar de verboden ideeën toe, naar de verboden gedachten toe, naar de dingen waar mensen bang voor zijn. En uh, dat doe ik uh, eigenlijk met de beste bedoelingen in de hoop dat we verder komen. Maar mensen ervaren dat soms als heel bedreigend. Mm -hmm. En dat is lijkt me ook voor jou wel uh, enorm uh, vermoeiend bijvoorbeeld. Ja. Want agressie komt, ja, dat komt op je af. Je, moet, je, je wordt verplicht om erop te reageren. Je bent, uh, we zijn allemaal mensen, dus je denkt van... Uh, misschien heeft hij toch wel gelijk. Dus dat hele proces waar je dan doorheen gaat... Hè, die, die, ja, ik heb, ik, heb, ik heb dat zo vaak gezien bij jou. Als ik jou dan bijvoorbeeld zie in, in, in het gebouw van de Tweede Kamer... dan zie ik dan zo'n... Wat was het al? Laatst maar die toestand met... Wellebek. Dan zie ik dan zo'n journaliste op je afkomen en die, en die is tien minuten lang één grote agressie. Die, die haat jou echt ja. intens. Ja. En op dat moment kun je, hè, je staat in je, in je harnas, je kan dat, uh, je, je weet de woorden te vinden om daar, uh, hè, om daar niet emotioneel op te reageren. Maar ik weet gewoon zeker, als jij later in je kamer zit, dat je denkt van mijn god. Ja, en uh, dat klopt. En dat elke keer weer natuurlijk. En dat laat je natuurlijk op. En dan komt er natuurlijk een moment dat je denkt: ja, ho hoe ver kan ik hier nog mee gaan? Hè? Ja, um, en misschien ook wel van pick your battles. En ik, dat probeer ik ook te doen. Uh, maar de, de, de battles jou ook natuurlijk, mm -hmm. dus je kunt het niet altijd, je hebt het niet altijd in de hand. Precies. En, ja, ik vind het heel, je begon ja. dit interview met dat je iets zei over het, het manische of hysterische mm -hmm. debatklimaat. Ja. Dat is niet alleen in Nederland, denk ik, maar eigenlijk in de hele westerse wereld. Absoluut, ook een manier waarop op, op in Amerika dingen gaan, op Trump wordt gereageerd en zo. En ik ja, vind het nee, dat, dat niet iets unieks voor jou, ja, maar ik vind het heel jammer. Ja, nee, ja. precies, het is niet uniek nee. voor mij, het is, het is eigenlijk iets wat je ziet in de hele... Ja, wij worden dan wel als populisten genoemd, of maar in ieder geval, of traditionalisten, of wat ook maar de woorden zijn. Maar er is een enorme overgevoeligheid bij dingen zeggen, die. die eigenlijk heel genuanceerd zijn, die heel meer vragen opwerpen. Dat mag allemaal niet. En uh, dat is heel vermoeiend, dat klopt. Het is heel vervelend. Maar ik put dan bijvoorbeeld kracht uit zo'n zo boek maken, omdat ik dan. Uh, mijn eigen werk weer ook herbeschouw, terugblik, mm -hmm. dingen herschik, dingen orden. En zie van ja, nee, maar er wordt mij ontzettend veel aangevreven. Maar als je gewoon kijkt wat ik, wat ik zeg, wat ik, wat ook, dan is dat. Uh, ja. Daar, daar, dat, dat, daar sta ik heel erg achter. Daar ben ik trots op dat ik dat doe. En, uh, ja. Maar ik ben het met je eens. Het is. Uh... Dus soms heel zwaar en soms heel, ook heel frustrerend. dat je ons zo bedoel ik het toch niet? Mm -hmm. De, hou nou eens op zo bewust te proberen om mij verkeerd te begrijpen. Om daar dan ophef over te maken en gespeeld verontwaardigd over te doen. En ik kan me ook voorstellen voor die journalisten, hoor. Dat ik zou er zo moe van worden om een mainstream journalist te zijn. Mm -hmm. Ik zou er echt dood. Ik zou mezelf ook niet serieus kunnen nemen. Dat je elke ochtend weer denkt: hoe gaan we die eh, politicus of wie nou weer eventjes magistraal verkeerd begrijpen. Ja. Want dat is wat ze doen. Hè? Het is, ja. Op geen enkele manier is het een poging om te zeggen, hij bedoelde dat. Je, elk mens, zeker in een spontaan gesprek, hè, niemand, die, die zal zich in één keer precies zo uitdrukken, zoals je tien jaar later nog precies zo. Dus de meeste mensen zoeken even naar woorden of zeggen het is nu zus, dan is zo. Maar een normaal mens begrijpt dan wel in grote lijnen wat iemand bedoelt. En zij zeggen dan, nee maar je bent politicus. Maar dan doen woorden er toch toe? En zo, dat soort flauwe teksten. Mm -hmm. Maar dat is, uh, dat is wel hoe het werkt, ja. Ja. Ja, en nu kunnen we er gewoon over. We zitten hier in een safe space. <laughs> <laughs> uh, um, en we kunnen hier een beetje op lachen. Hè, nou, wat grappig maar... is, dat juist in een, een setting waarin het niet een hakketak interview is. Mm je veel meer los krijgt van iemand. ja Ja, ja. Dat, uh, dus dat, dat, dat snap ik ook vaak niet van dus mijn Zij denken, als, als ik hem nou journalisten... dan, dan kom ik uh, heel... Maar het is helemaal niet waar. Nee, je, gaat, nee. je gaat dicht. Nee. Je gaat in een soort ja. defense mode. Ja. Nee, dat nee, gebeurt t, ook in de kamer t, natuurlijk. Ik, ik, ik heb dat ook heel lang meegemaakt als journalist, want dan werd op de reactie altijd gezegd, ja, je moet er harder in gaan. En als je Wilders interviewt, dan moet je hem heel hard aanpakken. Want anders ben je niet geloofwaardig. Terwijl mijn ervaring was juist... als je wilde dus open vragen stelt... dan ging je allemaal hele interessante dingen zeggen... die af tot scoops leiden en wat dan ook. Dus ja. de, de, de strategie was helemaal fout, vind ik. Ik bedoel, je wilt toch ook... als journalist wil je ook scoren... dus je wilt dat iemand iets zegt... waar toestanden over zijn. Ja. Nou, dan, 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 dan iemand gunt je zoiets... of iemand gunt je zoiets niet. En als je hem de hele tijd maar aanvalt... ja, dan krijg je op een gegeven moment een soort hysterisch moment. Ja, dat is dan... Dat is dan de scoop. Ja, ja. ja dat zie je met iemand die is kokkelmans, weet je wel. Die doet dat voortdurend de hele tijd. Maar zo in, in, op een gegeven moment dan zie je dat dan een Peter advies of whatever. Dat is hier zo van, nou stop ik hem, ik stap op. Nou, dan heb je je moment, weet je wel. Ja. Het is toch helemaal niks. Het is echt helemaal niks. Helemaal niks. Het is ja. ook een waste of time eigenlijk gewoon. Ja, ja. waste ja. of time, waste of energy. En het tragische voor mij in de afgelopen jaren is dat ik zie dat het gevolg is dat mensen, kiezers en zo... Vaak dan toch terug bewegen richting de mainstream partijen. Mm -hmm. En de mainstream pers en de mainstream media en de mainstream academici en zo. Dus dat het systeem uiteindelijk toch best wel effectief is. in het uitschakelen van uitdagers. en het uh, in stand houden van de eigen legitimiteit. en de eigen uh, geloofwaardigheid. Ja, yeah. dat, dat vind ik heel. dat is een heel merkwaardig sociologisch proces. Voor mij, uh, want ik. Ik, spreek, ik kom zelf een beetje uit een, je zou kunnen zeggen, D66-achtig milieu. Van, van huis uit en, en mijn familie en ook wel veel van mijn vroegere vrienden en zo. En, uh, Haarlem, hè? Ja, ik ben opgegroeid in Haarlem. Toen later ben ik gaan studeren en een beetje in een soort links, linksig studentenmilieu terechtgekomen. En uh, wat mij opvalt is dat bij de, de meeste mensen hebben toch een gradueel idee over de politiek nog steeds. Dus hebben ze hebben zoiets van, nou ja, bij de, als je het VVD stemt, dan stem je eigenlijk bijna FVD, weet je wel. Dat is bijna hetzelfde. Maar de toon is wat anders en net wat gematigder, zoiets. Mm -hmm. Terwijl dat is helemaal niet, dat is helemaal het punt niet. VVD en CDA steunen, net als D66, GroenLinks, BVDA enzovoorts, de aanval op de natiestaat. zijn voor immigratie, voor het -Immigratiepact, voor Immigratiepact, hebben de klimaatwet ingediend. VVD en CDA zijn de indieners van de klimaatwet. Ze zijn niet bijna net zo klimaatskeptisch als FVD. Nee, ze zijn er gewoon een voorstander van. Ze zijn een voorstander van de euro, voorstander van de EU. Dus het is een, het is een diametraal verschil. En natuurlijk zou ja, je in de politiek, als je gaat regeren, zo moet je dan uh, zoeken naar een soort compromis of zo. Dat begrijp ik wel. Maar als het gaat om de richting die je uit wil met het land, zijn er fundamenteel twee keuzes. Stem of gewoon GroenLinks, als je wil dat dit doorgaat. Of stem FVD of eventueel PVV, maar. Um, SGP misschien nog? Uh, nou tot op, nou oh ja, dat wordt al heel. Die hebben, zijn ook eigenlijk voor die klimaattransitie. Ze zijn voor de EU. Hm. En, die, en die zijn zeer gematigd over immigratie. Zeer, zeer gematigd. In de zin van. Nou, kritisch, ja, kritisch over de islam. Ze zijn misschien wel wat kritisch over de islam, maar ja. Ze zijn wel voor het VN-vluchtelingenverdrag. Ze zijn voor al die zaken die het voor ons onmogelijk maken. Om de immigratie serieus in te perken. Dus eigenlijk is het gewoon een vrij, he, vrij binaire keuze. Wil je dat de aanval op de nazistaat doorgaat en wil je dat ons landschap en onze hele economie in het teken komen te staan van die veronderstelde klimaattransitie? Uh, of wil je de nazistaat behouden, democratie behouden en investeren in zorg, onderwijs, veiligheid. Uh, uh, uh infrastructuur, woningbouw, gewoon de nationale belangen, de nationale dingen en niet dat klimaat. Dat is de keuze. En het lukt mij dus eigenlijk niet goed, merk ik, of FVD, of gewoon überhaupt onze beweging, om mensen die keuze duidelijk te maken. Mensen hebben een heel, ja, dat ik zeggen, een soort gradueel, een soort, een soort spectrum. En dan ga ik dan niet VVD, maar dan ga ik toch maar CDA stemmen. Alsof dat iets uitmaakt op de lange termijn. Maakt helemaal niets uit. En ja, dat is iets wat. Me, het zijn gewoon intelligente mensen, serieuze mensen, gestudeerde mensen, die. En dit, dit idee landt niet bij ze. Dat, en dat begrijp ik niet. Ik begrijp niet waarom dat niet landt. Ja. Dat snap ik niet. Nou ja, misschien omdat. Uh, 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 een argument wat je dan heel vaak hoort. Uh, uh, dit is de tijdsgeest. Dat vind ik altijd het meest irritante argument wat er bestaat. Alsof iemand een soort. Uh, uh, eigen, de tijd in zijn eigendom heeft. Dat hoor je met name bij D66 heel vaak. Ja, dit is de tijdsgeest. De tijdsgeest is. internationalisme. De tijdsgeest is. Uh, nu is de tijdsgeest dat. dat de allemaal racisten zijn zonder het zelf precies te weten. En we kunnen er eigenlijk niet over praten, want we zijn niet zwart, dus we weten niet hoe het voelt. He, dat is nu op dit moment de tijdsgeest. Dat is een beetje een flintertje ervan, dat gaat wel weer weg. Maar die hele grote beweging van de internationalisering wordt aangevoeld als: ja, hier gaat het heen. He, dit is de modernisering. Dat, dat, dat zie je ook. Ja, dat kan, maar dan, als je dat vindt, dan moet je gewoon GroenLinks stemmen. Ik, wat ik bedoel is. Ik ken heel veel mensen en die willen niet dat we meer gaan betalen aan Zuid-Europa. Ja. En toch stemmen ze VVD en CDA. Ja. En dus ergens, of ze willen niet meer immigratie. En toch stemmen ze VVD en CDA. Dus ergens gaat daar iets in dat hoofd, gaat scheef. En ik, dat is, ik snap dat niet. Ik, het is me niet gelukt om, om die puzzel op te lossen. Misschien is het Omdat die mensen netjes willen zijn. Omdat ze netjes willen zijn. Dat ze denken van. Ja, okay. al die, die revolutionaire geest. Daar komt chaos van of zo. Ja, ze, mis, misschien is het zoiets. Ja, ja het soort, inderdaad. Een soort, uh, uh, het soort, soort uh, stabiliteitswens. Dat, dat kan. Ja. Misschien is dat. Ja. Daarom dat ik probeer de term misschien ook hè, gezond verstand te claimen. Van het is, niet, het is niet wild revolutionair. Het is weliswaar heel anders in de politiek, maar het is, het is gewoon een verhaal dat staat als een huis. Maar dat is wel zoals jij geframed wordt, hè, als een soort van revolutionair. Ja, dat is natuurlijk continu. Dat is, ja, en misschien is dat ook gewoon de verklaring, hè? Het, is de het, is, het komt door de framing, het komt door het beeld dat altijd maar herhaald wordt van. Ja, wilde tweets en wilde... Het gaat om drie, vier dingetjes in, in, in een heel jaar... die mm -hmm. totaal zijn opgeblazen, out of context zijn gehaald enzovoort. Mm -hmm. Dus als je er echt naar gaat kijken... ook als je het, met dit boek leest... dan zie je gewoon een heel serieus persoon... en dan zie je een serieuze organisatie enzovoort. Maar dat is misschien wat het, wat, wat het is, ja. Nou ja, dat is dan de uitdaging aan de mensen om daar doorheen te kijken. Ja. En ook wel de uitdaging aan ons en aan mij om dat zo min mogelijk misschien te laten gebeuren. Maar ja, het is, het, uiteindelijk moeten mensen zelf door die deur. Dus het is, het is geen, want, want je had laatst een interview in Elsevier en daarin noem je jezelf ook wel een provocateur. Nou, dat was de interviewer die dat uh, zei. Hè? Die, okay. die noemde mij, die zei, ben je een provocateur? En zei ik, nou ja, in de zin van thought-provoking, ik wil graag. Uh, iets Teweeg brengen bij mensen. Ik wil mensen in beweging krijgen. Maar um, ik, vervolgens nuanceerde ik die term ook. Ik zei ja, het, is, het klinkt ook een beetje als iemand die gewoon aan het rellen is. En ik ben heel serieus. Mm -hmm. Nee, maar goed, het is natuurlijk wel een, vaak een, een strategie die kan werken. Ik bedoel, dat weet ik bijvoorbeeld uit de begintijd van, van Wilders. Uh, en met Fortuin zag je hetzelfde. Hè? Die zei dan dingen en dat je zegt van, oh ja, maar nu gaat hij te ver. Iedereen van nu gaat wat, nu zegt hij dingen. Ja, nu is het klaar. Weet je wel, nu is het klaar. Dan vertuiging en dan voor artikel 1. En, de, 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 ja. heel te, en, en, en dan zie je ook heel veel mensen in zijn eigen omgeving. Die worden, wat, nerveus, je, bij jou, ja. wat je bij jou ook ziet, hè, die worden nerveus. En ja. denken, oh, misschien uh, heb ik me te ver laten meeslepen in iets. En is het ja. toch heel radicaal. Um, Dat is natuurlijk ook de strategie. Dus ja. de mensen om me heen worden dan gevleid door, door het systeem. Ja, maar die, die is echt veel gemaakt. Jij ja. moet eigenlijk partijleider worden. Ja, ja. Oh, je wel, dan krijg je dat en zo. Ja, ja. ja, dat is natuurlijk de strategie van het systeem. Dat ja. is evident. Ja, precies, precies. Dus dat was met, uh, was het niet met Fred Teven? Ja, Fred Teven, die dan bij Leefbaar... Nee, maar jij moet de leider worden. Oh ja, precies. We, uh, oh ja, ja, precies. Ja, ja. ja. Nee, en Brinkman bij de PVV. Ja, allemaal, zijn Joram van Klaveren. Ja, ook gehad. Ja. Zelfde verschijnselen. Uh, maar je kunt ook zeggen van ja, maar het is ook een, een werkzame strategie. Want door op een gegeven moment iets te doen waar iedereen overheen valt, krijg je wel de aandacht. Bijvoorbeeld, neem dan die, dat, uh, dat tweetje over wat er in die trein gebeurd zou zijn met die Marokkanen. Uh, of niet Marokkanen, ik weet het al niet meer. Maar in elk geval, dat ene tweetje leidt er ook toe dat heel veel mensen zeggen: van ja, oké, okay, je, je kan die bordel weer eindeloos hierop gaan aanvallen. Maar feit is toch dat je problemen hebt met Marokkanen in de trein. Dat weet iedereen toch. Dat heeft iedereen toch last van. Dat is toch het onderliggende verhaal. Dus je ja. kunt ook zo zeggen: van hè, laatst uh, voorbeeld. En overigens neem ik dat. Ik heb nooit gezegd dat het niet gebeurt. Het is wel gebeurd, namelijk. Steek mijn hand voor in het vuur. Alleen de vraag was dan: wat is precies de migratieachtergrond geweest van die vier mannen en, enzovoort? En nou daar. Uh, heb ik met uh, Roger van Bokstel, dus de baas van de NS, ook ja. getelefoneerd. En hij, hij, hij voelde dat het wat anders zat. heb ik gezegd, nou jongens, uh, daar gaat het me niet om inderdaad. Maar het is wel naar, heel naar wat er gebeurd is. En inderdaad, het grotere maatschappelijke probleem is natuurlijk ook evident. Ja, precies. Dus wat je hier zegt, van, het, is, het is niet zo dat ik omwille van de provocatie maar wat zeg of zo. Nee. Ik heb me goed laten informeren. Leek iets anders te liggen, maar in de essentie van de zaak is het natuurlijk nog wel steeds zoals het was. Ja, dus en, uh, en uh, wat je ook zegt, het, het is ook waar dat niet alleen bereik je uh, mensen met misschien in positieve zin, maar het omgekeerde is helaas ook zo dat uh, bijvoorbeeld het woordje sluipmoord, wat ik twee oh, ja. weken geleden gebruikte, ja. het ging over de boeren. De boeren worden in Nederland echt. Systematisch uit de samenleving gedrukt. Dat is uh, Om allerlei redenen is dat in mijn ogen heel slecht. Omdat het ons afhankelijk maakt van Oekraïens uh, legbatterijen. Maar ook omdat het iets doet met ons landschap en onze cultuur. En het is eigenlijk een heel diepe transitie van platteland naar. Ja, over, stad dus ik wil het even zo. terugbrengen. Maar, uh, het, het, ging over, het ging niet over het woord sluipmoord. Het ging over het woord sluipmoordenaar. Ja. En je zei, daar zit ze. Daar zit ze. De sluipmoordenaar van de agrarische ja. sector. Maar het punt is. Er is dan alleen ophef over slijpmoordenaar, slijpmoord, uh, maar niet over de tientallen speeches die ik heb gehouden over de agrarische sector en de, en, en de debatten die ik heb gedaan, alles. Ja. En dat is heel gek. Dus het enige wat mensen dan meekrijgen is, ja, hij heeft uh, iets wilds gezegd of zo. Maar als ik dat niet dat ene woordje niet had gebruikt of niet op zo had gezegd, dan had men überhaupt niet geweten exact. dat er een debat was over. Deze kwestie. Exact. En dat is vaak heel dubbel. Dus, dus gevestigde partijen krijgen grote artikelen over constructieve voorstellen die ze doen. En GroenLinks wil dit of dat. En basisinkomen. Nou, heel veel aandacht. Want, en dan, je, dan gaat het beeld leven voor mensen van. Nou, die doen goede voorstellen. En die zijn bezig met de politiek van alle dag. Maar wij krijgen dat soort aandacht gewoon niet. Nee. En dat is een enorm uh, bepalend natuurlijk over die framing ook waar we het over hadden. In het beeld dat ontstaat, en waardoor misschien veel mensen toch nog weer dan terug, teruggaan naar de gevestigde partijen. Aan de andere kant, uh, we zijn wel de grootste partij van Nederland geworden in hele korte tijd. Dus zo, zo slecht doen we het nou ook weer niet. Nee, nou goed, dus je, je kunt zeggen van um, het, het is een strategie uit, uit, uit noodzaak. Je, je komt niet in de mainstream. Maar het is dus niet een strategie, het is meer dat het mij overkomt, uh, omdat je eens in de zoveel tijd. Ieder mens, maar ik ook, en zeker mensen die niet in, met mail in de mond willen praten, uh, wel eens een keer iets zegt dat misschien achteraf zeg je nou, het was misschien net één tandje te hard of net niet helemaal goed. Dat, dat gebeurt altijd. Alleen het is tragisch dat het dan zo Het is dus niet een bewuste strategie. van... Nou, nu ga okay, ik eens even als lekker. Zegt, als ik tegen jou zeg, daar zit hij, de sluipmoordenaar van de Nederlandse ja, democratie. Dan is nee, die, jouw is die... eerste reactie van: oh, dat bedoelt hij uh, in een onrechtelijke zin. Nee, maar, nou, dan, dan, ik, als heb, ik heb het aanwijst, twee jaar geleden. Natuurlijk... Heb ik dat letterlijk ook gezegd over Olongren. Toen ze de, het referendum afschaften. Toen begon mijn speech ook. Daar zit ze, de sluipmoordenaar van de democratie. Ja. En nu zei ik, daar zit ze, de slijpmoordenaar van de agrarische sector. En nu was ineens uh, iedereen boos. Oké. Okay. Dus het is gewoon, gewoon aanstelleritis. Ja. En dat woord slijpmoordenaar is 62 keer of zo gebruikt in de Tweede Kamer de afgelopen 20 jaar. Iemand heeft dat uitgezocht. Dat zag ik langskomen online. Dit is, ja, is gefabriceerd. Maar, maar, maar het is natuurlijk niet zo dat jij, dat jij voorkomen. Uh, uh, uit naïviteit uh, worden noemt en, en oh, elke ja, keer ja, ja, totaal ja. verbaasd bent ja, over wel. wat er gebeurt. Ja, echt waar. Hm. Ik, had, ik had totaal niet verwacht dat hier uh, zoveel gedoe over zou zijn. Echt niet. En, nee, en, dat, en dat ik kan vind, ik heb er ook geen spijt opzetten. van hoor, mm -hmm. maar ik vind het gewoon, ik vind het gewoon uh, onbelangrijk. Die ophef en dat gedoe. Ja, is ook zo. Is en ik dat denk zo. dat andere mensen dat, dat veel meer zouden moeten hebben. Veel meer. Ja, wil je nou dat er iets verandert of wil je gewoon een beetje zeuren over de toon? Dat is de keus. Mm -hmm. Ja, ja. Nou ja, het is dus, dus duidelijk dat, dat de zittende macht niet wil dat er iets verandert en dat ze ook heel goed in staat zijn om de status quo te handhaven. Ja. Uh. Het is wel iets veranderd, heb ik het idee. En dat is dat er een tegenoffensief is gekomen. En dat zie je dus uit die hele Black Lives Matter-beweging. Uh, uh, dat zie je ook al, uh, al eerder met, met die hele change uh, beweging Die eigenlijk al wel 20, 30 jaar bestond. Maar die in één keer, de ja. afgelopen jaren, in een gigantische Golf, versnelling is gekomen. Ja. Waardoor ze, um, ze, zeg ik, maar da dat is dus echt wel ideologisch links, in staat is gebleken om de hele. Het zogenaamde midden uh, te veroveren en over te nemen. En keer op keer. Uh, hè, Rutte gaat dan dingen zeggen. We, we leven in een socialistisch land. En dat vind ik eigenlijk wel prettig. Ja. En dan denk ik, uh -huh, uh, aha. Wat, wat, wat is er gebeurd met jou? Dat, dat vind ik dan nog minder interessant. Maar wat is er dus gebeurd met dat hele middenveld? Dat dat. Zeg maar die hele vroegere tegenstelling. die er vroeger bestond. tussen uh, aan de ene kant Wiegel. en aan de andere kant uh, Den Uil. Uh, je bent nog te jong om het echt te herinneren, maar ik kan me dat nog goed herinneren: dat je echt dacht, van nou, dit, uh, hier gaat het over in de wereld. Uh, dat is helemaal weggevallen. Het midden heeft zich helemaal laten overnemen door, door uh, radicaal links. En, en dat is wel een, een heel opmerkelijk proces. En de andere kant, wat eigenlijk het, het midden was, of ik, ik. Misschien zelfs dat jij jezelf nog wel als midden zou willen benoemen. Ja. Uh, is in de verdediging gekomen. Dus uh, dat is wel een heel interessante verandering. Ja, wat, dat, dus ik, ik sluit me daarbij aan. Hè. Ik zie mezelf helemaal niet als een uh, uh, radicaal in, in de zin dat het gezond verstand, de dingen die ik wil, die waren volstrekt mainstream. Ja. Hè? Nog niet zo lang geleden. Het gaat om het verdedigen van een aantal basisprincipes. Gezond verstand, joh. Waar zijn we nou mee bezig? Dat idee. En ik ben het dus ook met je eens. Dat eigenlijk de gevestigde machten... die zichzelf gematigd en midden noemen... die zijn uit extreem links. Ja. Die voeren een radicale agenda uit. Ja. Weliswaar met allemaal zal van de gemeenplaatsen... en de toon en het dit en de dat. En zo. Dat kunnen ze... Zijn hele goede acteurs zijn het. Hè? Die heel soort van... Vertrouwenwekkend kunnen overkomen. Maar het, wat ze eigenlijk doen, is uh, niet alleen een aanval op de nazi staat, maar ook maar een aantal andere dingen. Ook de aanval op ons verleden bijvoorbeeld. Misschien niet actief bepleiten, maar wel oogluikend toestaan. En, ja, dat, dat gaat in een hele extreme richting. Mm -hmm. dat, de samenleving gaat ook zeer ingrijpend veranderen als gevolg daarvan, als dat zo doorgaat. Ja, en dat gaat dus inderdaad met het masker van de gematigdheid dat is heel merkwaardig. Terwijl wij die eigenlijk heel gematigd zijn... die juist een beetje willen behouden wat we hebben... het masker van de extremist opgeplakt krijgen. Uh -huh. Uh -huh. Dat is een hele gekke omkering. Maar daar is over nagedacht, denk ik. Er zijn geschriften over gemaakt... van mensen die dit systeem... Jij doelt op Alinsky, Rules for oh, Radicals... Moment. en, en andere, ja. dat soort... De, ja. Want daar weten we eigenlijk veel te weinig van. Hè? Realiseer je me dan, want... Ja, ik heb vroeger ook wel eens geprobeerd om Marcuse te lezen. Het is, ik ben nooit voorbij het eerste te gekomen. Het is gewoon ja. de man. Ja, tof. maar kijk, Marcuse was natuurlijk echt een maar, filosoof, een theoreticus. Klopt, dus geen maar zo'n Alinsky was een was een tacticus. Ja. Was echt iemand die van stap dat en dan dat. En er zitten ook grote uh, financiële uh, belangen achter. Bijvoorbeeld mm -hmm. de Postcode Loterij. Die heeft een min of meer monopolie op loterijen en geeft een groot deel van de opbrengst. Aan, aan, aan wat dan heet in de wet goede doelen. Maar ze mogen zelf bepalen wat die goede doelen zijn. En dat zijn allemaal radicale clubs. Dus die hebben heel veel... Soros en anderen. Er zit heel veel geld ook achter deze beweging. En wij, zeg maar... Zij zijn er... Met z'n allen bedoel ik. Ken niet alleen wij als in FVD. Maar wij de tegenbeweging. De conservatieve of hoe je ons maar wil noemen. Zijn er ontzettend slecht in geweest. Om dat ook te doen. Mm -hmm. Gewoon echt. Met strategisch, Met strategisch, uh, benul. strategisch te denken. Mm -hmm. Dus we zijn continu bezig om elkaar af te zeiken en af te vallen. En, oh, maar weet je, op het moment dat je de kans hebt, dat je wel, nee maar, oh, nee, maar hij is echt rechts. Nee, maar ik hoor er eigenlijk wel bij en zo. We willen allemaal een wit voetje halen bij het systeem, in plaats van dat we ja. gewoon uh, één lijn trekken en uh, elkaar niet in het openbaar eindeloos de maat gaan lopen nemen. Want je bereikt er namelijk helemaal niks mee, behalve dat je elkaar verzwakt en je eigen beweging verzwakt. En dat doet links natuurlijk... Doet dat gewoon heel goed, zeg maar. Goed tussen aanstekens. Die hebben gewoon 25 columnisten bij de Volkskrant en over zitten, die continu bezig zijn om de, elkaar te dekken en elkaar een beetje. Ja. En, en het is natuurlijk verbijsterend dat een, een, een presentator van het, het belangrijkste, zeg maar, tussen Aangestekers, publieke omroep-discussieprogramma, Sander Schimmelpenning, op Twitter en in de Volkskrant, week in, week uit, uh, de meest bizarre aanvallen onderneemt op allerlei politieke tegenstanders. En dat hij dan dus ook uh, elke uh, zoveel tijd weer daar de chique presentator mag uithangen... die neutraal het nieuws van de dag gaat bespreken. Het zijn gewoon activisten die... En dat is dan, op die... dan iemand die uit uh, rechts komt? Hè? Nou ja, precies. Die is dan van de rechtse omroep van WNL is hij dan. Dus dat is natuurlijk... Hij is wel van de Schimmelpennik-dynastie, dus uh, hij... Jawel. Zo oud geld ja, ook uit dat die nog eens een wereld. keer. Maar hij komt dus ook hij is naar voren geschoven door de omroep die dan de rechtse omroep zou, zou heten te zijn. Dus zo diep is eigenlijk die onderlinge zelfhaat bij ons, zeg maar. Dat we gewoon elkaars grootste tegenstanders, die gaan, die gaan we dan plek geven en een kansen geven. Want we moeten open en kritisch blijven. Maar de tegenstander is niet open en kritisch. De tegenstander die, 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 die steekt nooit de hand in eigen boezem, die is aan het aanvallen. Dus dat is de eerste reden. We zijn er... En de tweede is financieel. Dat, dat op een of andere manier is het conservatieve of rechtse bewegingen niet gelukt. Ook al zouden ze in de ogen van onze tegenstanders staan voor het groot kapitaal. En voor de, de hefs tegenover de hefs nog. Maar we hebben nooit een serieuze financiële basis kunnen creëren. Er is geen ecosysteem van baantjes, van subsidies, niets. Helemaal niets is er. Als, als jij en ik niet meer zouden doen. Wat we nu doen. Dus ik zou niet in de politiek zitten. Jij zou niet nu hier voor Ongehoord Nederland interviewen of andere dingen. Dan zijn wij broodeloos. Ja. Er is scheen, geen sprake. Scheen, geen vangnet. Het Usdeel gaat weg uit van GroenLinks. En die meteen weer columnist bij NRC. Ja. Die krijgt vast ook wel binnenkort weer een baantje. Uh, Chris Alberts, de man die een carrière maakt uit het verspreiden van leugens en laster tegen mij en tegen het voor Democratie. Die is gewoon uh, universitair docent aan de Erasmus Universiteit. Gewoon een baantje hier overal. Dus dat. En uh, dat hangt natuurlijk met elkaar samen, omdat we elkaar continu aan het afzijken zijn bij rechts, ontstaat er ook geen ecosysteem, ontstaan er geen baantjes. Maar uh, ja, Sol Alinsky en anderen die hebben vanaf het begin aan gezegd: als je een beweging wil bouwen, moet je je organiseren. En dat doen wij niet genoeg, veel te weinig. En daarom dat ik ook zo trots ben op onze leden, en op onze eventen, dat ik soms wel eens zeg van veel belangrijker nog dan die zeteltjes, is, is dat we een movement zijn. En. Uh, ik denk ook dat boeken daaraan kunnen bijdragen. Daarom vind ik het ook heel belangrijk. Ik ben heel trots op dit boek, maar dat ik het ook blijf schrijven. En ook andere mensen. Want uiteindelijk, ideeën moeten neerdalen. Het moet tastbaar zijn. Het moet niet alleen een speech zijn of alleen een kamerdebat of een verkiezingsprogramma. Het moet ook iets zijn wat mensen gaan lezen, waar mensen over discussiëren. Het kan ook zijn dat sommige mensen zeggen op sommige punten, denk ik, een nuance anders of zo. Dat is allemaal prima, natuurlijk. Maar er moet gebouwd worden aan een um uh, aan een ecosysteem. Aan, wat ook dus met boeken, maar ook met misschien wel op een gegeven moment een, een eigen school. We hebben gelukkig nog artikel 23 van de grondwet. Dus we kunnen ook een eigen school gaan oprichten op een gegeven moment. Dat moet er allemaal gaan komen. Een zuil. Een zuil. Ja, dus Abraham Kuiper en Theodor Herzl zijn mijn helden. Interessant, interessant. Ik, ik, ik ga nu een beetje naar de afsluiting toe... Uh, Um, en dat slaat aan op wat je hier zegt. Uh, ook een van de dingen die jou verweten wordt, is dat jij je steeds meer zou gaan begeven in een echo kamer. Die term valt. Je hebt je eigen zaal, maar je hebt dus ook je eigen omroep. Eigen uitgeverij, je je eigen studio. Je hebt je eigen uitgeverij. Overigens, interessant. Uh, Geef je werk je niet meer bij Prometheus bij de uitgeverij of? Nee, ik, ik, uh, ik was bezig om mijn spijkers rijk te maken, maar nu maak ik de partij rijk. Oké, okay, goed. Uh, dus dat dat neem je dus heel serieus de, de, dat proces. Um, maar ook dat mensen zeggen van um, ja, hallo, ik, ik draai het boek even om, hè? Uh, Theo Hidema Baudet heeft gelijk. Er is my case. <laughs> ja. Uh, ja, ik vind het jammer dat sommige mensen de ironie daar niet. Kijk, dit is natuurlijk ook. ook er zit daar een grap in. Dat is natuurlijk, dat is natuurlijk een joke. Dus, ja. bedoel, los van het feit dat hij ook echt wel met me eens is. Mm -hmm. Dus dit ook wel. Maar het is natuurlijk met ironische speelsheid dat we dat zetten. En ik vind humor. Ook echt iets dat is zo belangrijk. Een linkse wereld is een wereld zonder humor. Ja, dus uit zonder laat je ook een, een voorwoord kunnen schrijven waarin je jou helemaal afbreekt. Ja, bij wijze van spreken, ja. ja en ik, ik wil opstappen en een richting ja. een strijd. En had ook gekund. Ja. Maar het is zo belangrijk dat wij ook blijven lachen. En ook met een knipoog dingen kunnen blijven doen. En dat, ik, dat is iets waar ik, dat vind ik ook echt jammer. Dat verdwijnt dus langzamerhand uit de samenleving. Hè. Ook comedians en zo die geen grap meer kunnen maken. Niets. Alles is gevoelig, alles is... Uh, ofwel het is overdreven borstklopperig... of het is beledigend, of het is dit, of dat. Ja. En uh, dat is een wereld waarin alles letterlijk is geworden. Sterker nog, die wereld van die grappen... dat is ook een kwetsbare wereld. Hè? En dat is ook de wereld waarin... en dat zie je nu weer met Johan Derksen... er zit ook strategie achteraan. Een strategie is... Uh, ja, Johan Derksen is een perfect voorbeeld. Ja. ja, val dus een persoon aan. Val geen instituut aan, maar val een persoon aan. Ja. Maar doe het op het moment dat die... Dat, dat stond er geloof ik niet in, in die strategie. Maar op het moment dat iemand een grapje maakt. Ja. Want op het moment dat je een grapje uit de context haalt... en je gaat er dan iets Terreurig. heel serieus van maken... Terreurig. een grapje valt nooit te verdedigen. Nee. Eh? Een grapje of een, uh, een keer dat je misschien uit je slof schoot... of dat je net een beetje te hard zei... of ja. net niet helemaal. Ja, alle schijnwerpers daarop. En het heeft een dubbel effect. Want natuurlijk, de eerste die maakt die persoon in dat moment helemaal kapot... En ten tweede, je maakt andere mensen bang. Mm -hmm. Dus iedereen is bang. En wat ik leuk vind aan Theo, en wat ik ook zelf probeer, is dat wij niet bang proberen te zijn. We proberen onszelf te blijven. We proberen dat ook met humor te doen. Met een enorme ironie. Theo is natuurlijk de meester van het sarcasme. Ja. En um, ja, dat, dat zullen we echt moeten verdedigen met elkaar. Er is geen andere. als wij het nu niet doen. Dan uh, is het weg. Dan, dan is, ik denk ook niet dat het makkelijk meer terugkomt. Hè? Als je het eenmaal uit de samenleving hebt gedrukt. Ze willen dat nu ook met boeken gaan doen, nou, met feestdagen, met allemaal stambeelden, noem het allemaal op. De, dan op een gegeven moment dan, dan is een soort woestenij is over. Culturele woestenij, maar ook een sociale woestenij. Dan durven mensen niet meer normaal met elkaar te praten. Uh, dan krijg je een soort. soort uh, in Noord-Korea had je doorgeven dat mensen elkaar gingen aangeven. Weet je, vrienden zitten lekker te praten, drinken, wat, komen met, met, met bouwde uitspraken en dan de volgende dag gaan we elkaar weet je wat hij gezegd heeft ja. of zo. En Dat gaat komen en dat, ja. is, dat is vreselijk. Ja. En zoek je daar ook een soort van bescherming in? Nou, ik ik denk dat, want oh, dat is die echo-kamervraag. Ik denk dat uh, als wij niet een team bouwen, en dat bedoel ik met team, bedoel ik uh, meer dan alleen maar bijvoorbeeld uh, mijn directe medewerkers, maar echt een, echt een beweging, dat we niet sterk genoeg staan tegenover de krachten die proberen om dit alles, die radicale agenda, te, te laten slagen. Dus we zullen, uh, en dat vind ik helemaal geen echo-kamer in de zin van alleen maar ja-knikkers of zo, dat is, dat is een totale karikatuur ervan, maar dat je wel, dat je, je hebt mensen nodig die elkaars rugdekken mm -hmm. en die ook snappen dat al die grijpstuivertjes waarmee ze mensen proberen te verleiden om elkaar te verraden enzovoorts dat is bloedgeld dat is vals dat is dat is een hele sluwe tactiek van het systeem om ons uit elkaar te spelen en we moeten dit met elkaar doen en daarom dat ik ook Ongehoord Nederland heb geprobeerd te steunen meteen al vanaf het begin ik hoop ook dat het lukt om daadwerkelijk die zendtijd te krijgen enzovoorts en daarom ben ik ook een soort teleurgesteld in Clubs zoals de Post Online, geen stijl, maar ook WNL, tot op zekere hoogte, over het onderwerp waar we het net over hadden. Poon vind ik toch ook vaak niet serieus genoeg. Ze zijn allemaal een beetje puberaal, aan het, aan het rellen, aan het klooien. Een beetje, een beetje aanschurken tegen het systeem, maar dat is al even tegen aanschoppen. En altijd kritisch willen blijven, altijd onafhankelijk. En ik heb nooit iets willen zeggen over natuurlijk, kritisch onafhankelijk, vrijheid van mening, is allemaal waar. Maar je kunt ook ervoor kiezen om samen iets op te bouwen. Uh -huh. Misschien moeten we wel ook op een gegeven moment een kunstgalerie gaan beginnen. Nou, een eigen uitgeverij is belangrijk. Misschien zijn er nog wel andere dingen. Ja, er is een kunnen... naam vrij, Witte de Wit. Uh, er, er was een kunstcentrum wat ze heten, maar die, die naam kun je gebruiken voor je. Ja, 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 ja. Nou ja, goed, maar de, wat ook maar de naam wordt. Maar uh, ja, dat, dat is wat ik zie als onze belangrijkste taak. En die zetels. Uh, Natuurlijk is het mooi als je veel zetels haalt. En natuurlijk is het belangrijk om ook via de politiek ons geluid te laten horen. Maar uiteindelijk gaat het om zoveel meer nog dan alleen de politiek van, van alle dag, de zetels van alle dag. Het gaat om de beweging. Het gaat erom dat we iets bouwen. Wat ook na mij of, of, of buiten mij, of buiten jou kan bestaan. Dat echt misschien ook wel iets wat over landsgrenzen heen gaat. Gewoon de westerse wereld, een ecosysteem. Social media is ook zoiets. Mm -hmm. ja, het, het zijn allemaal, misschien voor de kijker, luisteraar, dat dit allemaal losse dingen, maar het hangt allemaal samen. Dus je ziet dat die vrijheid van mensen ook via Google, Twitter, Facebook, wordt smaller. YouTube censureert dingen. Ja, we, we zullen ons moeten organiseren als we die vrijheid willen beschermen. En, en identiteit en historische identiteit en andere zaken. En dat dat gaat alleen als je elkaar een beetje dekt. en, en, en een beetje gelijkgestemde bij elkaar zet. en elkaar probeert te versterken. Uh, dat, is, dat is tegenovergesteld van. ze zijn geen echo elkaar, maar dat is wel het bouwen van een team. een beweging. Ja, ja. Ja, ja. ja. Sceptisch? Nee, ik, ik, ik zie wel. ik zie wat je bedoelt, maar ik uh, kan me ook wel voorstellen. Ik, uh, het is niet zozeer. Dat ik die kritiek heb, maar ik kan me wel voorstellen dat je op een gegeven moment zegt: Van ik ben het even zat. Ik uh, ga niet meer zo. Uh Oké, okay, dan kan ik weer bij in op één of hoe die, al die programma's ook maar moeten heten uh, zitten. Uh, als je al wordt uitgenodigd, word je altijd op het verkeerde moment uitgenodigd wanneer het hun uitkomt. Ja, en Het jou ja. niet uit. Heel anders. Dan als je al wordt uitgenodigd, ja. Uh, als er een minister komt, ja, die komt wanneer hij wil en dan wordt een punt neergelegd. Maar ja, jou zit er dan, dan altijd Peter anders. de Vries en nog drie andere mensen die erop ingaan hakken als de ja. presentator het dan niet doet. Ja, ja. tuurlijk. Ja. Ja. Dus ik kan me wel voorstellen dat je op een gegeven moment zegt van. Uh, Laat maar zitten. Hè. Uh, dat is een beetje de strategie van Wilders. Die komt gewoon helemaal nooit meer. Die heeft het ook echt al heel lang geleden gezegd. Ik kom niet meer. Uh, ja, het is de vraag of, of, of dat werkt. Maar ik, aan de andere kant moet je jezelf denk, op een gegeven moment ook een beetje gaan beschermen. Want ja, maar dat is anders dan het punt van de Echo-Kamer natuurlijk. Dat is meer van hoe, hoe, hoe lang hou ik dit persoonlijk nog vol? En, ja. en, en, en of. Uh, op welke manier kun je, kun je dat het beste doen? En nou, maar Daar ben ik het mee eens allemaal, hoor. Om met elkaar te maken, toch? Ja, ja, ja. Nee, ja. Maar daar, daar ben ik het ook mee eens. En ik, ik hoop ook dat naarmate de partij groter wordt en ook als er meer kamerzetels komen, dat er andere mensen komen die veel meer het politiek, politieke werk kunnen gaan doen en die daar vol voor willen gaan. En dat is natuurlijk ook het mooie van het opzetten van een beweging. Dat is ook denk ik wel anders dan bij de PVV, waar ik heel veel respect voor heb voor Wilders. En, maar die hebben natuurlijk niet wat wij hebben. Dat je 50.000 leden hebt en mensen in heel het land die de club vertegenwoordigen. En dat is iets wat we echt het afgelopen jaar hebben gedaan. Dus na die Provinciale Statenverkiezing realiseerde ik me dat we ineens echt een grote partij waren geworden. Dat, dat er een organisatie bij hoorde. En daar ben ik het afgelopen jaar... ...heel veel tijd mee bezig geweest. We hebben ja. nu in alle provincies hebben we mensen... ...we hebben 1 miljoen kranten rondgebracht... ...meer dan 3000 vrijwilligers. Er is geen enkele partij die dat kan. En dat zal denk ik ook in de media de komende tijd... ...meer dus moeten ook geld dus. uh, Ja, Dit hebben we via sponsors opgehaald. Dat is dus ook weer opgegaan. Maar ja, we hebben wel... Uh, ja, ...we hebben natuurlijk wel inkomsten van leden... ...enzovoort. Ja, het moet niet vergelijken met wat de VVD heeft. Maar er komt langzamerhand... ...ook wat financiële armslag... Um, op dat boek goed verkoopt... dat zou ook de partij heel erg goed doen. Dus um, dat soort dingen allemaal... Uh, zullen ook ertoe leiden... op een gegeven moment dat er misschien andere mensen... wat vaker in de media die debatten doen. Dat is natuurlijk nu ook al zo. We hebben derk Epping... en Annabel Nanninga en Paul Cliteur en andere mensen die ook vaker... debatten doen of, of dingen oppakken. En dat is heel fijn. En ik hoop dat dat doorzet. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik heb nog heel veel vragen, maar ik... Uh... Ik denk dat we hier maar een punt achter moeten zetten. Uh, nou, Thierry Boudet, hartelijk bedankt. Het is een heel uh, interessant gesprek. Ergens in een ontwikkeling. waarheen? Ik zou het niet weten. Maar uh, ik, hoop, uh, ik hoop. dat het toch niet is wat ik uh, vaak denk dat het is. dat het allemaal gewoon aflopende zaak is. Want, Met Europa. Ja, maar ik ben sowieso natuurlijk heel fatalistisch ingesteld. En uh, jij bent uh, iemand die. Uh, die gaat de strijd aan. En uh, ja, daar kan ik alleen maar bewondering voor hebben. Dat is een, een, een niet-journalistieke opmerking, en daar sluit ik toch mee af. Dankjewel, okay. Juist. Dankjewel.